Het regent buiten, maar binnen wordt hard gewerkt. Pennen krassen, hersens kraken, maar het wordt steeds vermoeiender. Gelukkig staat de herfstvakantie voor de deur. Groep 5-6 van basisschool Op de Heuvel in Groesbeek heeft er zin in. Gamen in de herfstvakantie? Sommige kinderen doen niets liever. Ik doe het liefst in de herfstvakantie lekker gamen. Computers zijn leuk en je kan er heel veel over weten. Ik doe het liefst in de herfstvakantie. Dan slaap ik uit tot 8 uur en dan ga ik op de PlayStation. Maar in de herfstvakantie doen kinderen ook graag andere dingen. Ik ga liever naar de manege of gewoon buiten spelen. En ja, soms ook wel tv kijken, maar niet altijd. De herfstvakantie ga ik het liefst naar de Prinsenmeer. Dan kan ik zwemmen, spelletjes doen en dan opblijven. Herfstvakantie is belangrijk, vinden veel kinderen. Omdat je dan in het bos kan spelen met bladeren. En dan kan je, en als je op school bent, dan heb je daar niet tijd voor. Ik vind de herfstvakantie leuk, omdat als je zomer is, dat je dan steeds in de hitte zit. En als je in de winter zit, heb je iets koeler dan in de zomer. In de zomervakantie, dan kan je beter ook tussendoor weer een vakantie hebben. Er zijn wel kinderen die liever een langere zomervakantie hebben dan een herfstvakantie. Omdat het dan warmer is en dan speel je meer buiten dan binnen zitten. De herfstvakantie is saai en de zomervakantie is leuk, omdat je dan 1 week lang op vakantie kan, want dan is het ook warm. Ik vind de herfstvakantie niet leuk, omdat ik niet van heel erg kou hou. En de zomer is het wel heet, dus dat is wel leuk. Nu is het tijd om te genieten van de herfstvakantie. En school? Daar denken we nog even niet aan.